In het buitengebied tussen Eindhoven en Son is maandag een ondergrondse hennepkwekerij gevonden. Naar schatting staan er zo'n 150 wietplanten. De kelder ligt goed verscholen in het bos aan het eind van een doodlopende weg aan de Esp. De kwekerij is ongeveer 20 vierkante meter groot en via een luik in de grond toegankelijk. Het is nog niet bekend van wie de kwekerij is. Wel brandde er een paar jaar geleden 100 meter verderop een drugslab af.